Kijk eens, onlangs is de wet voor de aanmaak van de biometrische ID-kaarten goedgekeurd in de DNA. Hieromtrent hebben wij een vraaggesprek met de minister ad interim van Binnenlandse Zaken, Stephen Sang. Minister, goedendag. De wet voor de aanmaak van de biometrische ID-kaarten is goedgekeurd. Wat is de volgende stap? Nou, de volgende stap is dat we de wijkkantoor, de bureaus voor burgerzaken in orde gaan maken om die ID-kaarten te kunnen accepteren, te kunnen processen. Ik zoek even naar dat woord. Het gaat erom dat alles in place moet zijn. Met de wet is de legale framework, het legaal raamwerk daaromheen is in orde gemaakt, maar er is nog heel veel dat gedaan moet worden. De kaarten moeten getest worden, de kantoren, de bureaus voor burgerzaken, de CBB's in diverse districten moeten in orde worden gemaakt. En daarnaast moet er ook nog heel veel worden gedaan om de verschillende processen en procedures aan te passen aan de nieuwe kaarten. Dus we zijn nu echt aan het begin van de uitrol. Er is heel veel dat gedaan moet worden en we kijken ernaar uit. Er is heel veel kritiek geleverd op het bedrag van 9,7 miljoen US. Hoe gaat u daarmee om? Nou, ik vind de kritiek ongefundeerd. Er werden zoveel dingen aangehaald als zou het een lening zijn. Het is geen lening. Een lening is, daar betaal je rente over. Dit is een betalingsregeling die is getroffen met het bedrijf. En is een betalingsregeling gespreid over 4 jaar. En het is dus niet zo dat je 9,71 miljoen US dollar in 1 keer moet uitgeven. In eerste instantie voor het initiële opstarten is 2 miljoen uit de begroting gebruikt om dat te betalen. En laten we duidelijk zijn, het is een project dat wordt uitgevoerd volgens de begroting. En dat wordt opgebracht in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dus het betreft absoluut geen lening. Het gaat erom dat het een project is dat heel veel kostenbesparing zou moeten brengen voor de overheid en voor de burger. Dus als zodanig zeg ik, het zijn investeringen voor de ontwikkeling van ons land. En uiteindelijk zullen we niet alleen de overheid, de burgers, maar ook de ondernemers zullen ook gebruik kunnen maken van deze ID-kaart. Om hun diensten aan te bieden, om goedkopere diensten te kunnen aanbieden. En het gaat allemaal om efficiëntie en kostenbesparing en transparantie. U gaf voorheen aan dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Wanneer kunnen de eerste burgers dan beschikken over zo'n ID-kaart? Volgens planning hebben ze 6 tot 9 maanden nodig om een ieder te kunnen voorzien van de ID-kaarten. Het probleem kan zijn in het logistieke. De wet heeft een overgangsperiode van 3 jaren, waarbinnen binnen die 3 jaren dat de oude ID-kaarten nog geldig zijn. En de overgang is dus 3 jaar. Maar het kan technisch gezien binnen 9 maanden. Het bedrijf dat dit systeem levert is Flatacom. Waarom is er gekozen voor hun? Er is gekozen voor Flatacom omdat het project was begonnen, laat me even beginnen bij het begin. Het project was begonnen in 2011. En toen was het voormalig bureau van Nationale Veiligheid, BNV, tegenwoordig Directoraat Nationale Veiligheid, was in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken om een aantal dingen te doen. Waaronder beveiligen en upgraden van alle documenten die de overheid uitgeeft. En het gaat voornamelijk om het beveiligen van die documenten, waaronder ID-kaarten, paspoorten en rijbewijzen. En in die tijd was toen opgemerkt dat er heel veel van die documenten werden nagemaakt. En om dat tegen te gaan is het project in combinatie met ICT gestart. En toen, in de periode 2013 tot en met 2016, zijn een aantal bedrijven uitgenodigd om presentaties te kunnen komen geven, om te kijken wat de mogelijkheden zijn. We hebben eerst gekeken naar de bedrijven in Suriname, maar al gauw bleek dat in Suriname werden die systemen niet gemaakt. Het zijn bedrijven die dan systemen gingen doorverkopen, die licenties gingen verkopen van systemen. En vanwege het gevoelige karakter daarvan, want het gaat om persoonsgegevens en dat soort dingen,
is gekozen voor bedrijven om rechtstreeks te dealen met de bedrijven die die systemen maken. En daar zijn er niet zoveel van in de wereld. Er zijn een aantal aangeschreven om presentaties te komen geven. En uit die groep zijn er 3 geselecteerd die wel het systeem leverden. En die niet alleen een licentie gingen verkopen, et cetera. En uit die 3 is toen Vlatacom geselecteerd. Oké. Wat is het grootste voordeel van dit project? Het grootste, ik kan niet een grootste voordeel noemen. Er zullen heel veel voordelen daaruit zijn. Je kunt het meest voor de hand liggende waar iedereen aan denkt, is dat je dan de uittreksels niet meer nodig hebt. Want in feite, als je zo'n EID hebt, op de EID kun je heel veel data opslaan. En in eerste instantie denk je dan aan alles wat op een uittreksel staat, bij wijze van spreken. De EID geeft het voordeel dat jij jezelf onomstotelijk kan bewijzen dat jij de persoon bent die op de kaart staat. Middels je biometrie, vingerafdrukken, maar je zou het ook in de toekomst kunnen uitbreiden met een iris-scan of weet ik veel, DNA-scan, wat dan ook, gezichtsherkenning, alles is mogelijk. Het gaat erom dat je dan die loperij niet meer zult hebben. Als je bijvoorbeeld een uittreksel nodig hebt om, ik weet niet wat te doen, bankzaken te doen, dan zou het zo kunnen zijn dat de bank ook zo'n kaartlezer heeft. Jij komt daar met je ID-kaart en de bank leest jouw ID-kaart uit. Jij geeft toestemming dat hij je gegevens mag halen uit de centrale database van het CBB. Je geeft toestemming middels biometrie, middels een vingerafdruk. En de bank kan jouw gegevens ophalen. Jij hoeft niet naar het CBB te gaan om een uittreksel te halen. Dat scheelt je loperij, het scheelt je al die kosten. Dat zou een van de voordelen moeten zijn. Efficiëntie is dat, kostenbesparing. En daarnaast, ieder die werkt aan het systeem, zijn naam wordt gelogd, veranderingen in het systeem worden gelogd. Het is minder fraudegevoelig. Dat zijn de voordelen daarvan. In feite, er zijn zoveel mogelijkheden als je kijkt naar bijvoorbeeld een familieboekje. Wat is een familieboekje? Het is een verzameling van relaties in een gezin. Als jij die gegevens in jouw ID-kaart hebt, heb je in feite geen familieboekje meer nodig. Dus ieder kan bewijzen wie zijn moeder, wie zijn vader is, et cetera, middels je ID-kaart. Dus dat zijn legio voordelen en we zijn... De toepassingen en al die nieuwe dingen zijn er nog niet. Dus wij zullen dat moeten invullen. Oké. Minister, bedankt. Jo, bedankt. Kijkers, jullie hebben het gehoord en we kijken er naar uit.